uiteindelijk loopt ze dus hier onder het hek door. En loopt ze hier langs die dakrand. Twijfelt. En wacht op het goede moment. En uiteindelijk kijkt ze waarschijnlijk of de kust vrij is. En dan vliegt zij naar beneden. Dan gaat ze beneden zitten kwaken. En dan volgen die kleintjes. Die laten zich gewoon, oeps, vallen. De meeste overleven het ook nog, hè? Van grote hoogte, echt wel. Springen dan van daar, precies in die hoek, vallen ze zo naar beneden. Hier voor de deur van dit bedrijf. In de pulken. Dus dat is kraakbeen. En de rest is dons. Het is net een stuiterballetje. De eend heeft elk jaar haar nest op het dakterras van Hanneke Uien. Dus en dit jaar hebben we het gevierd met beschuit met muisjes. Want we vonden dat wel heel toepasselijk. Want nu waren we er allebei bij. En mijn kleinzoon van 4 zei... Als opa en oma dood zijn, dan wil ik wel in hun huis wonen. Want dan kan ik voor de eendjes zorgen. Nou, met andere woorden... De eentjes hebben wel toekomst. Ja. Nou, toen moeder eend gesprongen was, toen ben ik natuurlijk heel snel naar beneden gegaan om te kijken hoe het verloop hier was. En ik kom beneden en ik doe de deur open. En op dat moment vliegt er een kraai met een volle bek hier in een rotgang onder de brug door naar het bos daar. En in zijn bek had hij een geel pulletje. Dus ik riep nog Lillekert. Ik was er een beetje van ontdaan en toen ben ik gaan kijken wat er nog over was. Ja, zijn er ook heel veel mensen die zeggen, nou, oh, wat zielig, je moet ze tegenhouden, zelf naar beneden brengen. Wat vindt u ervan? Ik ben een ecoloog, hè. Dus ik zeg, het beste wat je kunt doen met natuur is niks. Overblijven. Laat ze maar doen. Je moeder weet dat het beste. Dat is de moeder. Dan moet je het met een mens proberen, de moeder tegenspreken. Doe je toch ook niet? Moet je bij een eend ook niet doen.